u ook wel eens pijn, stijfheid of spanning in de lage rug? In deze video demonstreer ik een aantal oefeningen om de pijn, stijfheid en de spanning in de lage rug te verminderen. De volgende oefening is een oefening voor de lage rug. Hij bestaat uit 3 onderdelen en het is de bedoeling dat je deze in licht uitvoert. We beginnen helemaal onderin in de lage rug en gaan daarna geleidelijk aan omhoog. Ga liggen op je rug. Zet je voeten en knieën tegen elkaar aan. Adem in opzij, richting je buik en tot aan de pijngrens. Adem uit, terug in het midden. Adem in opzij en uit is terug in het midden. Bij het tweede onderdeel zetten we de voeten en knieën op heupbreedte. Adem we in opzij, tot aan de pijngrens. Adem we uit, terug in het midden. Inademen, opzij, tot aan de pijngrens. Uitademen, terug in het midden. En bij onderdeel 3 zetten we 1 voet over de knie. Ademen in opzij, tot aan de pijngrens. Uit is terug in het midden. Andere kant, ademen in opzij. En uit is terug in het midden. Dit is een oefening om de druk op de dorsalschijf te verminderen. We gaan bij een tafel of een aanrecht staan. Zetten de handen op deze manier bij de tafel of het aanrecht. Zetten de handen goed onder de schouder. Elleboog is gestrekt. Komen op onze voorvoeten staan. Proberen volledige druk te zetten op de armen. Dat betekent dat we de steun volledig hebben op de armen. Terwijl de billen, de benen en de lage rug zo ontspannen mogelijk is. Dus u hangt nu echt op de armen. Probeer dit minimaal 30 seconden vast te houden. En na minimaal 30 seconden komen we rustig terug vanuit de voorvoeten naar de rest van de voeten en de hak. En komen we rustig staan. De bedoeling is dat we dit minimaal 30 seconden vasthouden. En dit zo vaak doen als nodig is. Dit is een rekoefening voor de bilspieren. Bij deze oefening rekt en ontspant u uw bilspier. We zetten 1 voet neer. De kant die we willen rekken, in dit geval de rechterzijde. Daarbij zetten we de voet over de knie en we leunen iets naar voren. Tot we merken dat we spanning voelen, maar geen pijn. Dus zorg ervoor dat dit comfortabel aan blijft voelen. U mag uiteraard wel wat voelen, maar zorg ervoor dat dit geen pijn doet. Deze houding houden we 30 seconden aan. En na 30 seconden zetten we het been weer naast het andere been. We houden 10 seconden rust tussendoor. En na 10 seconden brengen we het been weer terug. Zetten de voet weer over de knie. En we leunen weer naar voren. Houden deze positie 30 seconden vast. En na 30 seconden brengen we het been weer terug. Het is de bedoeling dat we deze oefening 4 keer over 30 seconden vasthouden. Ga op je handen en knieën staan. Met je knieën op heupbreedte. Je kijkt naar beneden om te zorgen dat de nek in één lijn is met de wervelkolom. Te voorkomen dat je nekpijn krijgt. Je gaat 1 been strekken. Niet te ver omhoog, want het is een balansoefening. Tegenovergestelde arm bewegen we naar voren en dit houden we 10 seconden vast. 10 seconden brengen we het been weer terug. Houden we 10 seconden rust. Tijdens het naar beneden kijken is de bedoeling dat je altijd je knie blijft zien. Maar probeer je hoofd zo neutraal mogelijk te houden. Dus je brengt je been naar achter, niet te ver omhoog. Als je dit doet, zorg dat ervoor dat je niet meer de diepe rugspieren aanspant, maar de grote rugspieren. Dus breng je been ietsjes terug. Zorg ervoor dat het een balansoefening blijft. Tegen de gestelde arm mag je naar voren bewegen. Na 10 seconden breng je het been weer terug. Dit herhaal je 10 keer 10 seconden. Je gaat liggen op je rug.
Je hebt je voeten en knieën op heupbreedte. Je vingers zitten aan de binnenkant van het bottige uitsteeksel van het bekken. Het is niet de bedoeling dat je de vingers erin drukt, maar je laat ze rustig erop liggen. Je trekt je navel in en voelt dat de diepe buikspieren tegen de vinger aankomen. Het is hierin niet de bedoeling dat je de vingers eruit drukt, maar als je druk voelt, is dat voldoende. Variant 1 is dat je navel intrekt en door blijft ademen door je buik. Na 10 seconden aan te hebben gespannen, laat je hem weer los. En dit herhaal je 10 keer 10 seconden met 10 seconden rustpauze. Dus je spant hem 10 keer 10 seconden aan, met na elke aanspanning 10 seconden rust. De tweede variant is dat je de navel intrekt, blijft ademen door je buik en je probeert één been te strekken ongeveer 10 centimeter boven de ondergrond. Na 10 seconden breng je been terug en daarna laat je je navel pas los. Dat kan je doen 5 keer voor de linkerkant en 5 keer voor de rechterkant. De derde variant is dat je je navel intrekt en je maakt een bruggetje. Blijf ademen door je buik terwijl je navel ingetrokken houdt. En na 10 seconden zak je weer rustig terug en laat je je navel los. Een eventuele vierde variant zou kunnen zijn: je trekt je navel in, blijft ademen door je buik, maakt een bruggetje, probeert je been te strekken. Na 10 seconden breng je het been weer terug, gaat weer zakken en pas dan laat je hem weer los. Uiteraard kan je dit ook weer eerst voor de linkerkant doen, daarna de rechterkant, tot je beide kanten afgewisseld hebt en 5 keer links hebt gehad en 5 keer rechts.